Zaterdagmiddag 7 juli geeft een eendags orkest onder leiding van de bekende componist Jacob de Haan een concert in het centrum van Stadskanaal. Deze zogenaamde Fellowship Play-in is georganiseerd door muziekvereniging Crescendo. Naast blaasinstrumenten en slagwerk treden ook de vocalisten Judith van der Laan en Klaas Spekken op met onder andere het lied Stadskanaal. Zolang het kanaal is zo prachtig, zo veel gezien en gehoord toeristen op het water tussen eendige staten en het Stadskanaal van het De pas benoemde voorzitter Gerda Westman van de Rotary overhandigt tijdens het concert een geldbedrag van €3.000 aan het Jeugdcultuurfonds. Westman vertelt waarom gekozen is voor het Jeugdcultuurfonds. Wij hebben dat gedaan omdat wij dat als club een ontzettend goed doel vonden. We kiezen natuurlijk elk jaar een doel. Maar dit keer was het Jeugdcultuurfonds aan de beurt. En dat is ook om geld te geven aan gezinnen die het heel moeilijk kunnen missen, maar waarvan de kinderen wel heel graag aan cultuurevenementen, muziek, theater deel willen nemen. En misschien dat het ook een beetje te maken heeft met Jacob de Haan. Hij was namelijk de vorige voorzitter van de Rotary. Ik denk het wel, want voor Jacob, de Jacob de Haan, is muziek natuurlijk ontzettend belangrijk. En ja, het is gewoon een heel goed doel. En vooral omdat het ook hier ook in de gemeente, voor de kinderen in de gemeente Stadskanaal ten goede komt. De nieuwe voorzitter van de Rotary heeft ten opzichte van de vorige voorzitter wel een kleine handicap. Ik ben absoluut niet zo muzikaal als Jacob. Maar ik kan wel heel erg genieten van zijn muziek en zijn optreden. Voor het eerst wordt ook de hymne voor Citeslo uitgevoerd. Componeerde het nummer voor alle Citeslo-gemeenten in de wereld, waaronder de buurgemeente Westerwolde en Borger Odoorn. Citeslo is een internationaal keurmerk. Gemeenten die een prettig leefklimaat en een rijke cultuurhistorie hebben, komen hiervoor in aanmerking.